En hallo allemaal en welkom bij een update video slash announcement video slash hoe je het ook wilt gaan noemen. Ik ben heel goed met namen. Allereerst, het is een update video voor de aankomende 2 weken ongeveer. Ik heb momenteel challenge week zijn begonnen. Vorige week heb ik toetsweek gehad. Dat is de reden, dat heb ik in de vorige announcement video gezegd. Dat ik eventjes wat minder kan uploaden en dat daarom Factorio en iMine en dergelijke eventjes wat minder tot geen zullen worden de aankomende 2 weken. En de afgelopen week was het ook al minder. Dat gezegd te hebben, ga ik wel proberen zoveel mogelijk live te streamen wat ik kan live streamen. Er is wat werk wat ik kan doen thuis. Slash wat ook nog leuk is om te zien. En dat wil ik dan ook maar al te graag laten zien. Want ik hou ervan share is care. En ik vind het leuk om mensen wat te leren. Wat ik ook aan het leren ben. Zover dat mag en kan. Dus ik ga vanavond ook onder andere live. Ik leg dan wel uit wat ik ga doen. Het is een programmeerstream waar ik ik moet een beetje background informatie. Dat, ik doe een aparte video. Laat maar. Vanavond ga ik live doen. En ik probeer zoveel mogelijk live te gaan, zover dat kan. Maar voor nu, ik zeg bedankt voor het kijken. Aankomende 2 weken iets minder video's, want ik heb Challenge Week. Dat is een week dat ik een hele grote opdracht krijg in een groepje van 4 man. En daar heb je eigenlijk te weinig tijd voor en dan moet je heel veel overwerken. En dan, als je ook maar 1 probleem hebt, dan heb je achterstand en succes. En dat heb ik momenteel deze week. En volgende week, deze week van Software Engineering, volgende week van Forensisch ICT. En ja, dat gaat me eventjes wat meer tijd kosten dan dat ik YouTube kan doen. Dus sorry daarvoor alvast, want ik weet dat het minder episodes gaan worden daardoor. Maar anders gezegd, bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het begrijpen. Tot de volgende keer. Doei doei!